Ik heb een boek geschreven over het laatste Bijbelboek Openbaring. En dat boek heeft als titel Het meesterwerk van God. God is bezig om een meesterwerk te voltooien. En we zullen ons allemaal verbazen als we zien wat God in al die eeuwen gedaan heeft. Daarover krijg ik dus vragen binnen. En een vraag die daarvoor binnenkwam was deze vraag. Wat zou Jezus zeggen in deze tijd tegen de kerken? Dat komt omdat als je in het boek Openbaring leest, zie je dat de Heer Jezus zeven keer een brief dicteert aan Johannes, die zit verbannen op het eiland Patmos. En al die zeven gemeenten uit Klein-Azië, waar Johannes uitkomt, daar moet hij een brief naartoe sturen. En van die zeven gemeenten, die zeven brieven, zijn er vijf tegen wie de Heer Jezus zegt, na ze eerst allerlei complimenten te hebben gegeven, maar tegen wie hij zegt: Maar ik heb tegen u. Nou, het is te veel om ze nu alle vijf te noemen, want ik denk dat al die dingen de Heer Jezus in onze tijd weer zeggen zou. Ik neem alleen de eerste, de gemeente uit Efeze. Eerst begint hij met zijn geweldig te roemen. Ze zijn heel actief, ze volharden, ze zijn heel toegewijd. En dan komt hij met dat woord maar. En dan zegt hij: Maar ik heb tegen u dat jullie je eerste liefde hebben verzaakt. Wat is eerste liefde? Ja, wij noemen dat in onze tijd verliefdheid. Er is dus in die gemeente, het was een hele goede gemeente, in die begintijd een geweldige verliefdheid geweest naar de Heer Jezus toe. Dat was, dat was, daar leefden ze uit. En dan zegt de heer Jezus nu, na nou, enkele tientallen jaren, ik heb tegen u dat jullie je eerste liefde hebben verzaakt. En dan zegt hij niet van, nou ja goed, dan moeten jullie een beetje op gaan letten. Nee, dan zegt hij: kijk nou eens van welke hoogte of jullie gevallen zijn. Waar jullie vroeger zaten en waar je nu zit. Dat is een enorm hoogteverschil. En dan gaat hij nog verder door te zeggen, bekeer u. Hij zegt niet van: jullie moeten daar meer aandacht aan geven. Hij zegt: bekeer je, jullie moeten echt een hele andere weg inslaan. En dan waarschuwt hij ze en dan zegt hij: bekeer je. En zo niet, als je het niet doet, dan kom ik en dan zal ik de kandelaar van zijn plek wegnemen. Met andere woorden, dan doe ik het licht uit en dan kan je de kerk verkopen. Nou, wij leven in een tijd waarin er elke week in Nederland twee kerken worden verkocht. Dus het is een ernstige boodschap ook naar ons toe. En de Heer zegt: Daarom zo met nadruk denk ik ook tegen de kerken in Nederland nu in deze tijd. Ik heb tegen u dat je je eerste liefde verzaakt hebt. Daarom zie nou eens van welke hoogte je gevallen bent. Bekeer je en doe weer je eerste werken. En zo niet, ja, dan is het over en uit. En daarom is dat denk ik een boodschap die voor onze tijd zo belangrijk is. We moeten weer terug naar dat begin. We moeten weer verliefd worden op Jezus en echt iets met hem hebben. Dan komen de dingen goed.